We hebben 50.000 bezoekers gehad afgelopen jaren, die door vrijwilligers ook zijn opgevangen. We hebben dus bouwers en mensen die in het bezoekerscentrum rondleidingen doen. Dat zijn hele bijzondere mensen. Ze hebben allemaal verschillende ervaringen, ze hebben verschillende achtergronden, ze hebben verschillende motivaties, maar toch met elkaar hebben ze dat project voor elkaar gebracht. Dat is heel bijzonder. Wat eigenlijk nog bijzonderder is, is dat u bij ons in ons midden bent. U bent petekind van de koopvaardij. We hebben een koopvaardijschip gebouwd. Als er geen Russische visserslieden waren geweest die de mannen van Barents brood en drank hadden gegeven, dan hadden we met z'n allen elkaar hier niet gezeten en dan hadden we ook dat schip niet gebouwd. Het schip staat op de kade te pronken. Al onze vrijwilligers pronken mee van trots. Met passie is er gewerkt. En er zijn twee mensen die het project zijn begonnen. Dat is Koos Westra, initiatiefnemer, samen met Gerald de Weert. Zij hebben ervoor gezorgd dat het project is gerealiseerd. En ik geef graag het woord aan onze scheepsbouwer Gerald de Weert. Koninklijke Hoogheid, vertegenwoordigers van Noorwegen, Rusland. Wij zijn ook als stichting bijzonder vereerd dat u hier bent. Wij waren natuurlijk 8 jaar geleden al van overtuigd dat dit iets bijzonders was. Maar dat zegt niks. We hadden eerder in het begin nog het idee, wij huren wat vakmensen in die het schip gaan bouwen. En in een jaar of 3, 4 is dat wel klaar. Maar ja, dat klinkt een beetje anders. We waren genoodzaakt door toch de kleine middelen die we hadden, toch maar voorzichtig te beginnen en dat gewoon zelf te doen. Onze voorzitter zei het al, we hebben iets van 28.000 manuur erin gestopt. We zijn ontzettend blij dat deze Tour de Force nu in dit stadium gekomen is. Wat we nu met dit schip gedaan hebben, dit is de allereerste keer in honderden jaren dat we weer een echt zeeschip, een koopvaardijschip, op die oude methode hebben gebouwd. In die tijd, of in het verhaal van een van de deelnemers van de reis van Barents, wordt ook beschreven dat het wel eens een jacht wordt genoemd. Maar dat soort schepen waren om strategische redenen vaak nodig. Om in oorlogvoering of verdediging van een konvooi van schepen had je een snelle boot nodig die de vijand kon weerstaan, maar ook achtervolgen, achterna jagen. En dat jagen, dat is blijven plakken, daarom zijn ze die snelle schepen jacht gaan noemen. En wij hebben dus ook een jacht gebouwd, volgens de beschrijving van de reis. In het hele reisverhaal van Barents door Gerrit de Veer, een man die het ook overleefd heeft, daar werd niks gezegd over de naam van het schip. Eeuwenlang hebben mensen door naar gespeurd, we zeggen, nou, dat is toch te gek, die naam moet er toch zijn. Het is niet gelukt. Nou, ik kan niet vertellen, het is ons wel gelukt. Het is een enorme eer dat u straks voor het eerst deze naam wereldkundig wilt maken. En het is ook een prachtige naam. Ik denk dat u er ook van genieten zal. Ik kan u dan maar daarmee uitnodigen om daar naartoe te gaan. Ik doop u Witte Zwaan. En ik wens u en uw opvarende in behouden vaart.